بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد Welkom bij een livestream van Islam Omroep, waar we eigenlijk een zitting hebben met broeders, waar we zullen gaan praten met de oprichter en ook met huidige leden, bestaande leden, over deze omroep. Wat is het belang ervan? Waarom moet de Islam Omroep er komen? Aan mijn rechterzijde, een van de oprichters, Siyazdin Qarrat. Ik wil jou eigenlijk als eerste het woord geven om ons in het kort te vertellen wat eigenlijk het belang is van deze omroep. Dankjewel, Barakallahu fik, voor deze vraag. Inmiddels zien wij de benodigde aantal leden niet meer als een einddoel, maar meer als een middel om juist wat we zojuist hebben meegemaakt, om die eenheid, om daarover te waken en om dat ook te bewerkstelligen. Wat je ziet is dat de islam en moslims een van de meest besproken thema's in de media. En het is eigenlijk bijzonder en opmerkelijk dat wij binnen het medialandschap dat we niet de ruimte hebben om ons eigen verhaal te vertellen. Ik zeg altijd, we hoeven niet altijd met een tegengeluid te komen, maar we hebben een eigen geluid. Islam heeft echt wel wat te bieden aan deze samenleving. En dat is eigenlijk ook de intentie of de essentie van het oprichten van zo'n omroep. Los van de verschillen, zowel als het gaat om etniciteit, als het gaat om bepaalde opvattingen. Dat is een instituut. Zo moet het worden gezien, niet een initiatief van een individu of van een persoon. Een instituut wat de moslimgemeenschap in Nederland nodig heeft, dat is de stem van moslims, ook naar buiten toe. En dat moet gerealiseerd worden, anders lopen wij alleen maar achter de feiten aan. Het is nu 11:55, we hebben iets meer dan 3 weken... Sorry? 10:12. 10:12 misschien. Maar we blijven inshallah positief. Tijd dringt en we moeten inshallah ta'ala de nodige stappen ondernemen om dit gezamenlijk te realiseren. Nou,